Er zijn veel vragen over angst. Angst eigenlijk om de controle te verliezen. Want je denkt dat je controle hebt. En daarom, doordat je dat denkt, denk je ook dat je het kunt verliezen. Maar er is eigenlijk maar één ding wat er is. En dat is dat je überhaupt geen enkele controle hebt. Jouw persoon, jouw wezen hier op aarde heeft echt voor geen millimeter controle over niks. En dat is dus ook de vraag die vaak komt van, wat moet ik doen? En wat moet ik nu doen? Want ik weet het niet meer. Ik kom er niet uit. Ik loop vast. En in dat vastlopen kan je eigenlijk maar één ding doen. En dat is het loslaten van de controle. De vrije val van, ik weet het niet. Ik weet het niet. En niks doen. Vooral even niks doen. Gewoon maar eventjes niks doen. Dat geeft heel veel ruimte. En proef er maar even van. Proef maar even van een momentje van een paar seconden. Even niks. En je zal vanzelf al merken dat dat echt wel even wennen is. Want niks doen is tegen onze menselijke aard in. Tegen onze vooral westerse menselijke aard in. Want onze gedachten, onze mind, die wil de hele tijd van alles doen, controleren, bedenken, behoeden. Het is dus niet iets wat je gewend bent. En je bent er waarschijnlijk ook niet naar op zoek, want anders had je het al lang gedaan. Het is datgene wat er gewoon is. En waar je geen moeite voor hoeft te doen. En dat is eigenlijk heel even wennen. Gewoon, ja, ruimte nemen voor niks.
ruimte voor dingen die vanuit niks verschijnen. En die dingen die verschijnen, die verschijnen altijd. De hele tijd door. Alleen als je de hele tijd bezig bent om de ruimte op te vullen met van alles. Gedachten, handelingen, oplossingen, cursussen. Gewoon dagelijkse dingen. Dan is er niet altijd ruimte om te verschijnen. En vanuit die ruimte van het niks wordt het ineens heel duidelijk als er iets verschijnt. En dat doet altijd. Het gebeurt altijd, het gebeurt gewoon zonder dat je het in de gaten hebt. Maar dan komt het ook echt veel makkelijker binnen. Omdat het gewoon op zijn gemakje gebeurt. Je hoeft het niet te bepalen. Het kost geen enkele moeite. En dat is het moeiteloze van het bestaan. Het wat, nou ja, noem het maar aanwezigheid is, die verschijnt. In het moment, in jou als wezen, in deze ruimte van alles.